Kijk, ik ben Roeland de Zeeuw van Shore Monitoring and Research. En wij zijn een innovatieve meet- en adviesclub. Okay. En we zijn veel in de waterbouw en aan de kust. Vandaag zijn we aanwezig om ons te presenteren aan de waterschappen. We werken vooral met een aantal waterschappen samen. En wij denken dat we de rest van de waterschappen ook op dezelfde manier heel goed kunnen bedienen met ons werk. En onder andere met onze nieuwste innovatie, de mobiele laserscanner. Die zetten we in om van een gebied multifunctionele data in te winnen. We kunnen in één keer dit ding onder een drone hangen, of op een auto zetten, of op een boot, of achter op je fiets, of achter op een, noem maar wat, of op een Segway. Door een gebied gaan met dit ding. Dan kunnen we en de hoogtegegevens inwinnen. We kunnen inwinnen of er bomen staan, of er hekjes staan, of er ergens afval gedumpt is. Alles wat je ziet en wil bemeten, kan je met dit ding meten. Feitelijk vanuit je hand. En vervolgens gaan we dan met die meetdata aan de gang. En dan gaan we zoveel mogelijk uit die data halen wat belangrijk is voor waterschappen. Bijvoorbeeld hoe groot bomen zijn, hoeveel volume er staat, of er schade is ontstaan aan watergangen, dat soort dingen. En wij zijn een partij die data inwint, het verwerkt en kan visualiseren. Dus we zitten op al die stapjes, zijn we eigenlijk slagvaardig. En dat missen de meeste andere bedrijven hier. Of ze doen het met achterhaalde technieken. En dat maakt ons wel een soort vreemde eend in de bijt vandaag. Ja, een hoop positieve reacties. En we kunnen van de week bij een aantal waterschappen langs om deze jongen te laten zien, hè, in het echt. En onszelf verder te presenteren. En het is mogelijk tegenwoordig om met één keer het veld in te gaan, heel veel verschillende databehoeftes te combineren. En daar slim ook informatie uit te halen die binnen zo'n waterschap op veel meer afdelingen dan alleen degene die zich bezighoudt met hoogte van keringen bijvoorbeeld, kan ontsluiten. Maar we hebben gewoon een site, shoremonitoring.nl. En we hebben, zoals gezegd, werken we al samen met een aantal waterschappen. Maar we hopen op dit soort events nog wat beter uit de verf te komen.